bijvoorbeeld 1.10 staat de vergelijking en polcoördinaten van de cardioïden. Het is gegeven door RSA keer 1 plus cosinus theta met theta de hoek, de polaire hoek, tussen 0 en 2π. En nu is de vraag van, kijk, we gaan controleren dat de cartesische vergelijking gegeven is door deze vergelijking. Hoe komen we hier? Dus je moet overgaan van polcoördinaten naar cartesische coördinaten. Dan gebruiken we de formules om over te gaan van het ene coördinatenstelsel naar het andere. En wat hebben we in het algemeen? Als dit punt, coördinaat x, y is, heeft daar het woord daar polaire coördinaten r en z bij. En we weten dat r kwadraat gelijk is aan x kwadraat plus y kwadraat. Dat de tangens van z gelijk is aan y over x. Dat is één manier om te transfereren. Andere is, x is r cosinus theta, y is r sinus theta. Dit zijn de formules die we kunnen gebruiken om over te gaan. En we waren gestart met r is gelijk aan a keer 1 plus cosinus theta. En nu moeten we alle r en theta eruit wegkrijgen met de bedoeling om x en y daarin te krijgen. Wat ik zou doen is alleen zijn met r vermenigvuldigen. Want wat zien we dan? Dan krijgen we hier r cosinus theta in, wat ons x geeft. En r zelf kunnen we gaan vervangen door x kwadraat plus y kwadraat. Dus wat krijgen we? We krijgen r kwadraat of x kwadraat plus y kwadraat is a keer plus of min de wortel van x kwadraat plus y kwadraat. Plus a keer x. Om van die wortel af te geraken is het makkelijk, zullen we alles met de wortel aan één kant zetten en de rest aan de andere kant. Dus we krijgen x kwadraat plus y kwadraat min ax is gelijk aan a keer x kwadraat plus y kwadraat. Daar de wortel van, maar we gaan alles kwadrateren. Dus dit komt in het kwadraat. En dit komt in het kwadraat. En wat zien we? Dat is de vergelijking die ook in het boek stond.